De challenge. Wij gaan zo meteen vragen beantwoorden. Stel, je wil één vraag gewoon echt niet beantwoorden. Wat is je adres? Wie vind je de slechtste YouTuber? Hoeveel geld verdien je? Heb je botox? De kans bestaat er namelijk dat je een extreem vies drankje moet drinken. Het is uit. Hallo familie, mijn naam is Rutger en welkom bij deze hele nieuwe video. Ik ben vandaag niet alleen. Ik heb namelijk 4 dozen meegenomen. Heel lullig. Kom erbij. En de grootste doos zit hier. Hallo allemaal. Sorry voor deze iets wat... Ik kondig jou altijd heel leuk aan. Ja, dat is helemaal niet aardig ook, inderdaad. Helemaal niet leuk. Maar de challenge die we vandaag gaan doen... Trouwens, Thomas dus, even voor de duidelijkheid. Nog steeds mijn vriendje. Ik hoop het nu mijn naam in Niet mijn doos, maar mijn vriendje. Ik hoop dat hier een heel grote naam Thomas in beeld komt. Nee, bedankt. De challenge die wij vandaag gaan doen is bizar. Ik heb 3 dozen gehaald. Eerst ook 3 dozen in huis heb. Ja, ik vroeg al aan je, hoe zocht je dit? Typte je hem gewoon in doos? Ja. Niet doen, niet doen. Op YouTube gaat deze challenge namelijk nu nogal rond. En wij dachten, wij gaan het ook doen. Namelijk de Mystery Straw. Nee, hij gaat niet rond. Hij gaat vierkant. Een vierkante doos. Wat een slechte video nu al. Maar wij dachten dus, wij gaan het ook doen. Alleen dan wel met een twist, een stukje extremer. Want wij gaan zo meteen vragen beantwoorden die jullie hebben gesteld. En het zijn vragen waarvan jullie denken dat wij het nooit zouden willen beantwoorden. Maar je hoeft niet alles te beantwoorden, want stel je wil één vraag gewoon echt niet beantwoorden. Ik hoop dat dat niet zo is. Want dan staat er iets anders tegenover. En dat betekent dat je uit één van deze dozen moet gaan drinken. En we weten dus niet wat er in de dozen zit. Nee. Kans bestaat er namelijk dat je een extreem vies drankje moet drinken. Dus als je veilig wilt zijn, moet je gewoon de vraag beantwoorden. Daar komt het op neer. Als jullie heel erg veel zin hebben in deze challenge, laat het ons even eens weten. Geef de video nu een duimpje omhoog. En laten we met z'n allen deze keer, omdat we weer een keer zo'n challenge gezellig in een setting doen. Wat verliet trouwens van de setting? Je bedoelt de muur op de achtergrond? Geef in ieder geval even een duimpje omhoog. Laten we met z'n allen 30.000 duimpjes zo, proberen te verzamelen. Ja, nou. Dat is jouw leeftijd. Min 3 nulletjes. En jouw IQ. Min 3 nulletjes. En mocht je nou nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, doe dat dan even. Dus druk op de rode knop onder deze video. En de vraag voor deze video is het volgende. Je kunt antwoorden hier beneden in de reacties. Wie van ons durft er het meest te beantwoorden? We zetten de video nu op pauze. Heel lelijk shot. Ik heb jullie via Instagram story gevraagd om dus de meest schaamteloze vragen te stellen. Anoniem. Dus daarom durven jullie ook de meest rare dingen te vragen, denk ik. Kan ik ook anoniem antwoorden? Je zit in deze video. Wil jij beginnen of ga ik beginnen? Ik begin. Wat is je adres? Dit vragen mensen. Nou, sorry jongens, maar sommige dingen zijn privé. Dus? Ik ga er niet op antwoorden. Dus? Dan ga ik drinken. Yay! Dit is heel lullig. Je hebt gewoon expres uitgekozen, want je wist dat ik dat dan niet zou antwoorden. Dat is de challenge, toch? Doe je ogen dicht, ik ga even wat drankjes uitzoeken. Oké. Okay. Oh, je ziet het natuurlijk in het scherm. Heb je het gezien? Ja, dat zien jullie niet, maar we draaien even het scherm op. Moet ik het even husselen? Ik heb ze weer eventjes gehusseld. Jij moet nu uit één rietje drinken. Ik voel hier niks bij. Het wordt ineens een soort astro-tv. Ik voel hier een energie en hier. Ik voel dat deze vies is. Ik weet niet waarom. Dat denk ik. Ik ga voor die, denk ik. Ja? Nee, geen zittend. Ik doe het gewoon. Daar gaan we. 3, 2. Een grote slok. Er komt niks uit. Dan moet je harder zuigen. Ja, zuig maar, er komt niks uit. Laatst een keer. Oh ja, nu doet hij het denk ik. Ik ruik iets heel zoets eruit komen. Dat is helemaal niet vies. Nee, je hebt het goed. Maar wat is dit? Mogu Mogu of zoiets. Ja, gemaakt van vleermuizen. Oh, het is gewoon lekker. Helemaal fest. Mogu Mogu. Van vleermuizen? Nee, grapje. Voor de duidelijkheid, we gaan allebei 4 vragen wel of niet beantwoorden. Ben je er klaar voor? Ja. Ik kan echt heel je image kapot maken bij je schoonfamilie. Wie van je schoonfamilie vind je het minst leuk? Nee. Wie ik van jouw familie dus het minst leuk vind. Oh, wat erg. Je kunt ook zeggen, ik ga drinken. Nee, ik kan niet kiezen. Nee. Nou, ga je antwoorden of ik ga drinken. Nee. Echt? Maar jij gaat sowieso bij 3 dingen iets vies doen. Nee. Dat mag niet. Niet kijken, hè? Kijk wel, maar ik kan niks zien. Wordt het deze doos, deze of deze? Oh, ik vind het heel moeilijk. Ik ga voor deze doos. Je mag nog 1 keer kiezen. Nee, ik ga voor deze doos. Weet je het zeker? Nee. Oh, ik durf je eens. Hoe deed jij dat? Je mag nog 1 keer kiezen voor mij. Deze. Weet je het zeker? Nee. Oké, doe die dan. Deze? Nee, deze. Nee, we hebben nu gezegd, laatste keuze. Je moet nu deze doen. Ik help je. Nee, deze.
Oké, ik durf dit echt niet. 3, 2, 1. Zo. Wat is dit? Smaakt het lekker? Ja. Het is gewoon aardbeiensaus. Jammer zeg. Heel zoet. Bijna had je hier. Oh! Godverdamme, mosselvol. Ja, echt heel jammer. Over dozen gesproken. We gaan snel door naar de volgende vraag. Wat is je grootste uitgave tot nu toe? Nou, jij. Nee. Ons huis. Dat denk ik ook. Ons alle twee wel onze grootste uitgave. Ik heb geantwoord, dus ik hoef niet te drinken. Wauw. Dat kost heel veel moeite. Volgende. Mocht je nou willen weten hoe duur het huis is, er staat een video op YouTube. Hoeveel geld verdien je per maand ongeveer in getallen? In getallen? Ja, in getallen. Ik wilde het in kamelen uitdrukken. Ja. Misschien dat ik hier onderuit kan komen, want het verschilt per maand. Ongeveer, zegt ze ook, hè? Zo gemiddeld. Want je bent een ondernemer als YouTuber zijnde, dus je kan niet zeggen van hey, yo baas, het is het einde van de maand, geef geld. Zo werkt het niet als YouTuber zijnde. Er zijn ook maanden dat er niks binnen kan komen. Dus hebben we meer ondernemers. Dus ik berust me op mijn drinkrecht. Mijn drinkrecht. Ja. Goed. Nou, ga je hoek maar weer in. Ik wil dat je heel snel kiest. Oké. Okay. In 3, 2, 1. Wat is dit? Ik ga kotsen. Dit waren de mosselen. Wat probeer je deze? Pak die. Snel, pak deze. Goor. Wat proef je? Hoe? Werd gedronken als allereerste mosselen en daarna dronk hij knoflook. Gaat het? Gadver. Ik had er niks van doen dat je de verkeerde kiest. De verkeerde kiest? Wat zat hieronder? Nou, jij bent echt niet leuk. Het is uit. Bedankt voor het kijken. Echt, die lucht ook. Nou ja, daar zit ik dan met mijn mossel. Wie mag je niet vanuit de influencers waar jullie mee omgaan? Nou, op dit moment Rutger Vink. Jij bent weg. Erg. Oh jee. Wie vind je de slechtste YouTuber van Nederland? Moet ik dit echt zeggen? Nee, hier wil ik je wel even mee helpen. Ik vind dat eigenlijk een stomme vraag, want... Stop even een emotioneel, inspirerend muziekje. Een YouTuber vind je leuk omdat het jouw stijl of jouw ding is. Daarom kijk je naar iemand. Dus iemand is niet per se slecht, want wat je ook doet, wel creatief vak dan ook. Je doet je best en dat is altijd goed. Genoeg. Genoeg, inderdaad. Inderdaad, dat vind ik ook. Ik heb je hierbij geholpen, dus ik doe nog een vraag. Okay. Slaap je in je blootje? Nee. Nee, dat is waar. Ik kan niet tegen bloot zijn. Dan moet ik ook aan de sauna denken. Dit is leuk. Durf je naakt voor de camera te staan? Zo ja, doe dat. Oh ja, dat durf ik. En zo nee, moet je het alsnog doen. Staat dat toch echt? Ja. Ook ga het doen. Ga je nu? Nee, natuurlijk niet. Ik ga drinken. Jammer. Nee, je doet gewoon als op. Nee. Je doet sowieso. Nee. Je moet nu weer één drankje gaan kiezen. Dat is de hele tijd de bedoeling al, toch? Waar ga je voor? Voor deze. Nee, ik ga niet voor deze. Je mag er niet aankomen. Ik kan je vertellen... Nee. Het is gewoon cola. Ja. Je dacht echt dat ik 3 vieze... Nee, zo ben ik niet. Ik niet. Wat zat er nou in? Oh, ik heb heel goed gedaan. Heb je botox? Fillers of tatoeages? Oh, oké. Okay. Moet ik het nu echt gaan vertellen? Nu alle klinieken dicht zijn, begint het op te vallen dat het allemaal weer aan het zakken is. Ik, Rudolf Gerard Vink, heb geen botox of fillers. Vanille. Thomas, heb jij ooit een relatie gehad met een vrouw? Wil je dat ik hierop antwoord? Ja. Je wilt toch dat ik drink? Oh ja. Ja, ik heb ooit een relatie gehad met een vrouw. Meisje. Het was echt verkering op de basisschool. Wat echt niet eens één kusje inhield. Mocht jij jezelf nou in dit verhaal herkennen, bel dan onderstaand nummer. Praat erover. Ja. Want... Ik zit er niet meer mee. Oké, okay, ik ben het goed gemaakt. Omdat jou een beetje hebt gepest. 3 vieze dingen. Mag ik nog 2 vieze dingen doen? Ja. Voor jou. 2 vieze dingen en 1 lekkere. Nog 1 rond. Oké. Okay. Je kunt kijken. Het stinkt hier. Ik heb heerlijke dingen uitgekozen. Kies maar. Niet voelen. Energie voel ik. Ik voel niet wat erin zit. Nee. Uiteindelijk weer voor deze gaan. Oké, okay, ik doe het gewoon. Heel veel. Een grote slok. Nee, ja, dan doe ik het dus niet. Als jij dit gaat zeggen, ik durf niet. Ik doe mee. Er komt niks. Er komt niks. Nou, doe je deze. Augurken.
Daar staan de augurken. Kijk maar. Dit gaat echt niet. Dit was vies. Genoeg voor vandaag. Ik denk dat ik nog dagen misselijk ga zijn. Hoe kun jij vanavond rustig slapen nadat je me zo hebt bedrogen? Nou, weet je hoe vaak het andersom zo is? Ik slaap juist beter vanavond, omdat ik het weer teruggepakt heb. Ik hoop in ieder geval dat jullie het leuk vonden om deze video te zien. Als het is, geef dan eventjes een duimpje omhoog. Jij hebt het op allemaal, hè? Ik drink het op. Mocht je meer van Thomas willen zien, klik dan eventjes door naar zijn kanaal. Er verschijnt zo'n mooie knop in beeld. En dan kun je nog veel meer video's checken. Mocht je nou meer van mij willen zien, druk dan even op de rode abonneerknop onder deze video. En dan zie ik jullie gewoon volgende week donderdag weer met een nieuwe video om 4 uur 's middags. Maar dan praat ik weer snel en dan misschien ook weer. Maar we moeten kunnen. Maar tot die tijd. Stay fabulous. Bedankt voor het kijken allemaal. Oh, doei. Doei. Dat was zo vies. Kaatje, helemaal niet leuk. Nou. Je kan de verhuisdozen straks in gaan pakken. Ik heb ze net uitgepakt. Ja, dan weet je nog hoe het erin zat. Goor gedoe.